Teleurstelling bij kunstrijdster Nikki Worries uit Almere, want ze mag niet naar de Olympische Spelen van 2018. Dit weekend had ze nog één kans op een ticket tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Duitsland, maar het lukte niet. Ik ga praten met Nikki Worries. Nikki, dus alles de afgelopen tijd voor niks geweest? Het is jammer, maar ik heb zo hard gewerkt. En als je dan niet wordt beloond met een ticket naar de Olympische Spelen, natuurlijk is dat jammer, maar het is nog niet over. Over 4 jaar is er weer een spelen. Wat ging er mis? Waarom lukte het niet? Ik denk dat ik er... ik weet zeker dat ik er gewoon nog niet klaar voor was. Het is voor de grensoen heeft gewoon een groot impact gehad. En dat duurt even om daar overheen te komen. Ja, je hebt heel veel blessureleed gehad. Veel gewerkt daar in Canada. En blijf je dat doen? Blijf je in Canada zitten nu? De plek waar ik nu gelukkig ben en waar ik nog steeds in geloof. Canada is gewoon super. Het is gewoon, mijn vorige seizoen heeft gewoon helemaal niet meegeholpen. Nee. Nu heb je natuurlijk heel veel blessureleed gehad. Nu komen de volgende 4 jaar eraan. Je gaat voor 2022 voor die Olympische Spelen. Dat is de bedoeling? Ja, ik wil naar de Olympische Spelen. Nikki Worries, dankjewel voor je reactie na deze wedstrijd, Olympisch kwalificatietoernooi. Daar is het dus niet gelukt, maar misschien zien we Nikki Worries dus in 2022 terug tijdens de Olympische Winterspelen.